Vlaamse provincies zijn pioniers op het vlak van innovatie. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en met de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, kortweg EFRO, stimuleren ze innovatieve projecten. Als het op ondernemen aankomt, heeft West-Vlaanderen een degelijke reputatie. Maar alles kan beter. En samenwerken op meerdere niveaus is daar een uitstekend middel voor. West-Vlaanderen is een provincie die nog steeds een sterk industrieel karakter heeft. En we zijn zeer sterk in machinebouw, mechatronica, in de voedingsindustrie. En niet te vergeten, van oudsher ook in textiel en kunststoffen, nieuwe materialen. En dus met andere woorden, de vraag is, hoe kunnen ze morgen beter samenwerken? En daar komt de provincie achter de hoek kijken. Het is onze opdracht dus om die spelers, die economische actoren, samen te brengen. En dat betekent dus ook dat wij met de provincie, en dit met steun van Europa, steun van Vlaanderen, dat we plekken willen realiseren waar ze niet alleen samen kunnen komen, maar waar ze ook bijkomende kennis, bijkomende mogelijkheden krijgen. En het centrum, het Circul Material Center, waar we vandaag zijn, is een van die mooie illustraties van plekken waar we al die actoren samenbrengen. Zonder de inbreng van Europese middelen zou het veel moeilijker zijn om dergelijke initiatieven te realiseren. De eerste bijdrage van Europa is financieel, maar eigenlijk zit er meer achter. Europa heeft een strategie om onze economie, onze industrie te vernieuwen en te verduurzamen. En daar hebben we met beide handen gebruik van gemaakt hier in West-Vlaanderen om gestalte te geven aan een aantal faciliteiten. En dit centrum voor circulaire economie is uiteindelijk een heel belangrijke factor daarin. In het Circular Materials Center in Kortrijk komen verschillende actoren samen om de circulaire economie een niveau hoger te brengen. Samenwerken is voor ons hier als partners binnen Circular Materials Center zeer belangrijk. Wij zien dat bedrijven naar ons toe komen met heel specifieke problemen. Dat kan gaan van een materiaal, waar we een aantal partners hebben die heel sterk zijn in materiaalkarakterisatie. Dat kan gaan over design. Hoe moet ik mijn design aanpassen om bijvoorbeeld in de toekomst een beter recycleerbaar materiaal te hebben? Ook daar een aantal heel specifieke partners met heel wat expertise. Onze bedrijven, ook een aantal in de regio, staan heel sterk onder druk. Kunststofmaterialen worden ook soms in een negatief daglicht geplaatst. Dus de bedrijven moeten, willen ze concurrentieel blijven, gaan ze moeten meeschakelen en gaan ze ook dit circulair verhaal mee moeten helpen ontwikkelen. Dus willen ze mee een rol blijven spelen, dan gaan ze ook circulaire materialen mee op de markt moeten brengen. Je kent bijvoorbeeld de plastic zakjes, zeg maar, uit de supermarkten. Heel wat druk daarop, maar de spelers moeten daarop inspelen. Een concreet voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen het Circular Materials Center en het bedrijf De Keunink. We zijn een viertal jaar geleden gestart met het effectief hergebruiken van oude ramen en deuren. In onze nieuwe recyclingfabriek in Dixmuiden zijn we gestart met die effectief in te zamelen en volledig te recycleren om dan ook maximaal te kunnen hergebruiken. Wij zien ook meer en meer een evolutie naar composietmateriaal. Composiet betekent eigenlijk kunststof die glasvezel versterkt is. En dan heel specifiek, die glasvezelversterking stelde ons een aantal jaren geleden voor problemen. In samenwerking met het Circular Materials Center zijn we op zoek gegaan naar bedrijven met analoge problemen, die en PVC en glasvezel verwerken. Zo werd een project opgestart samen met Copaco, waarbij zij ook hun materiaal inzamelen, die hergebruiken en zijn wij op zoek samen met hen naar oplossingen om die opnieuw in hun oorspronkelijke toepassing terug te kunnen inzetten. Dankzij het Circular Materials Center zijn we in staat geweest om een groep van mensen, experten, samen te zetten en die kennis te bundelen om dergelijke zaken te realiseren. West-Vlaanderen is een provincie die nog steeds een sterk industrieel karakter heeft. En we zijn zeer sterk in machinebouw, mechatronica, in de voedingsindustrie. En niet te vergeten, van oudsher ook in textiel en kunststoffen nieuwe materialen. Europa heeft een strategie om onze economie, onze industrie te vernieuwen en te verduurzamen. En daar hebben we met beide handen gebruik van gemaakt hier in West-Vlaanderen om gestalte te geven aan een aantal faciliteiten. En dit centrum voor circulaire economie is uiteindelijk een heel belangrijke factor daarin. Het
Dankzij het Circular Materials Centrum zijn we in staat geweest om een groep van mensen, experten, samen te zetten en de kennis te bundelen om dergelijke zaken te realiseren. Goedenavond, dames en heren, beste studenten. Namens Europe Direct van de provincie West-Vlaanderen en PUC, Postuniversitair Centrum van KU Leuven, CULA Campus Kortrijk, heet ik u van harte welkom op een nieuwe editie van onze gezamenlijke lezingreeks EU-kwesties. Vanavond gaan we het hebben over circulaire economie in Europa. Dus over de manier hoe we produceren en consumeren en we dat op een andere en betere manier in één keten willen organiseren. Het gaat over de PMD-zak die u en ik regelmatig buiten zetten over de vraag of de levensduur van onze mobiele telefoon wel optimaal is en ook hoe we dat zullen organiseren, hoe we binnenkort allemaal met elektrische wagens zullen rijden. Het is dus een vraag over onze economie, over onze manier van samenleven, maar ook hoe we dat beleidsmatig gaan organiseren. De Europese Commissie bijvoorbeeld heeft met een zeer ambitieus actieplan circulaire economie uitgepakt, maar ook natuurlijk Vlaamse federale en lokale provinciale overheden zitten niet stil. Hun rol zal ook in de loop van de avond onder de aandacht worden gebracht. Vanavond staan er drie dingen op ons programma. Dadelijk ga ik het woord geven aan Karel van Akker voor de inleidende presentatie. Nadien volgt het paneldebat met Annelies Deltour, Frederik de Splenteren en Caroline van Heden. En dan is er ook tijd en ruimte voor uw vragen en antwoorden. Online uiteraard, u kan de chatbox gebruiken om zelf ook vragen te stellen aan de panelleden van vanavond over het topic circulaire economie in Europa. Dat kan trouwens ook al tijdens de presentatie en tijdens het paneldebat. De inleidende presentatie wordt gegeven door professor Karel van Akker. Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur materiaalkunde aan de KU Leuven. Hij is daar nu ook professor, zeg maar onze specialist circulaire economie. En dat behelst natuurlijk heel veel aspecten en heel veel taken waar hij wellicht ook zal op ingaan in zijn presentatie. Laat mij toch aanstippen dat hij ook het steunpunt Circulair Vlaanderen leidt. Wat betekent dat hij ook kaas heeft gegeten van beleidstoegepast onderzoek en dus de transfer ook al realiseert tussen kennis enerzijds en beleid anderzijds. En hij is ook voorzitter van de Duurzaamheidsraad aan de KU Leuven. Karel van Akker gaat dus de inleidende presentatie geven. Karel, jij hebt het woord. Goedenavond ook van mijn kant. Oké. De echo's zijn weg. Goedenavond dus. Hier zitten we dan voor ons scherm te kijken naar een webinar. En het minste dat je kan zeggen, dat is dat onze maatschappij de laatste tijd zeer snel verandert. Niet alleen door COVID, daarvoor was dat ook aan de gang, maar zeker en vast is er door COVID ook een en ander veranderd. We kijken allemaal naar de computer. We zijn denk ik toch ook wel gelukkig dat dat bestaat tegenwoordig, want beeld u COVID in zonder computerinfrastructuur. Maar we hebben dus wel de hele infrastructuur daarvoor nodig die daarachter zit. En iedereen heeft uiteraard zijn eigen computer en andere elektronische spulletjes. Om dat allemaal te doen draaien, hebben we veel energie nodig. En er is een hele verandering aan de gang naar meer duur energie, waarvoor we zonnepanelen nodig hebben, windmolens en dergelijke meer. Na COVID komt de relance. We gaan ongetwijfeld veel bouwen en verbouwen ook, isoleren en dergelijke meer. In mobiliteit is er een ganse trend naar meer elektrische mobiliteit. En misschien een nadeel ook van COVID is dat we ook veel meer verpakken en meer verpakkingsafval hebben tegenwoordig. Dat brengt dus allemaal wat vragen met zich mee. Wat is de impact van al die producten op ons leefmilieu? Hoe zit dat met die globale toeleveringsketens? Verandert ons gedrag naar materialen toe? Wat gebeurt er ook met al dat afval? Daar zal het dus over gaan, over die circulaire economie die we daarvoor nodig hebben. Nu, er zijn een aantal drijfveren die ons richting circulaire economie doen bewegen. En eerst is een enorme toename in onze honger naar materialen. Alle studies die daarover bestaan zeggen dat we tegen 2050, 2060 twee keer zoveel materiaal zullen nodig hebben als vandaag de dag. Dus dat blijft enorm groeien en met die groei neemt dus ook onze voetafdruk toe. Een tweede drijfveer is de impact van materialen op klimaat. We kan
grosso modo zeggen dat 50% van de broeikasgasuitstoot te wijten heeft of te maken heeft met het ontginnen of het telen van materialen en biomaterialen en de extractie ervan. Voor materialen en ook voor energie. 50%. Dus als we iets aan klimaat willen doen, moeten we kijken naar de manier waarop we materialen gaan produceren en ook consumeren. En een tweede aspect van het milieu is de biodiversiteit. Ook daar hebben vooral dan de biomaterialen een enorme impact op. En die twee zaken, dus klimaatverandering en biodiversiteit, dat staat heel centraal in het beleid van de Europese Commissie vandaag. En zij zien circulaire economie niet zozeer als een doel op zich, maar als een middel om iets te doen dus aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Een derde drijfveer, dat is de afhankelijkheid van onze grondstoffen van andere continenten. We hebben dat gezien met onze mondmaskers. We zijn niet eens in staat om voor onze eigen mondmaskers zelfvoorzienend te zijn. Hoeveel te meer is dat dan niet voor batterijen van auto's bijvoorbeeld. Dus ook daarvoor, voor die materialen die daarin zitten, zijn we enorm afhankelijk van het buitenland, van andere continenten buiten Europa. En om de 3 jaar vaardigt de Europese Commissie een lijst van wat zij de kritieke materialen noemen uit. Kritieke materialen zijn materialen die zeer belangrijk zijn voor onze economie. En dus hoe meer naar rechts in deze grafiek, hoe belangrijker ze zijn voor de Europese economie, maar waarvan de bevoorrading niet verzekerd is. Daar kan door allerlei zaken kan het zijn dat de prijs van die materialen enorm gaat stijgen de komende jaren. Dus hoe hoger in deze grafiek, hoe kritieker die bevoorrading is. En al deze materialen, dat zegt u misschien niet zoveel, er zijn er 30 verschillende die in het rechthoekje hier staan. Dat zijn dus de kritieke, in de rechterbovenhoek. Daar zitten materialen tussen die we broodnodig hebben voor windenergie, voor elektrische auto's en dergelijke meer. Materialen die we nodig hebben voor die zonne-energie, dus hernieuwbare energie. Materialen die we nodig hebben om batterijen te kunnen maken, enzovoort. Dus bijvoorbeeld ook kobalt zit daartussen, een materiaal dat we uit Oost-Congo halen. De shift waar we voor staan is een shift van een maatschappij die zijn energie uit fossiele brandstoffen haalt. En daarvoor zijn we in Europa eigenlijk vooral afhankelijk dan voor gas van Rusland naar een energie die afhangt van hernieuwbare bronnen, windenergie, zonne-energie, waar we op dit moment vooral van China afhankelijk zijn, toch voor 40% van de materiaalvoorziening. Dus dat zal een hele geopolitieke verschuiving zijn in Europa, waar men uiteraard iets wil aan doen en wil voorkomen dat we zo afhankelijk worden, onder andere van China. En een van de zaken die de Europese Commissie doet, is de oprichting van de European Raw Materials Alliance, waar ze vooral ook kijken, kunnen we niet in Europa zelf ook die grondstoffen gaan ontginnen? Eén mogelijkheid natuurlijk om te doen. Een vierde drijfveer, en dat is misschien ook voor de industrie de belangrijkste, dat is een economische. Door meer circulair te gaan werken, kunnen we enorm gaan besparen op materialenverbruik, kan het BBP groeien. In het actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie staan er een aantal getallen. Een toename van het bruto binnenlands product met 0,5% tegen 2030. Ook heel wat bijkomende jobs. En met het steunpunt Circulaire Economie hebben we dat voor Vlaanderen ook uitgerekend. En daar zien we dus dat we in Vlaanderen ook een bijkomende toegevoegde waarde van 2,3 miljard euro kunnen creëren als we een circulaire economie kunnen vestigen. Ook jobs zou daar wel bij varen. We houden daarbij ook rekening met de verliezers die er ongetwijfeld ook zullen zijn. Een aantal sectoren zullen uiteraard wat minder belangrijk worden, een aantal andere zullen veel belangrijker worden. Dus wat moeten we doen? We moeten van de manier waarop we nu materialen gebruiken
in onze economie, die lineair is, hè, waarbij we grondstoffen gaan ontginnen, produceren, daar een product van maken en dat na enkele tijd, hè, voor verpakking is dat enkele dagen, voor computers is dat misschien maar een paar jaar, dat dan afval wordt. Hè. En die manier van doen, die stelt eigenlijk wel wat uitdagingen naar beschikbaarheid van materialen, impact van ontginning, naar ook afval uiteraard. Dus we moeten naar een circulaire economie die materialen zo lang en zo goed mogelijk in de economie blijft houden. En als we dat kunnen realiseren, en hier rechts heb ik eigenlijk een heel naïeve voorstelling van wat circulaire economie is, maar als we dat realiseren, dan hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig, hebben we ook een lager impact op het klimaat, en kunnen we dus ook het afval vermijden. Hè? Want afval is eigenlijk weggegooide waarde. Hè? Zijn we circulair bezig? Wel, in de Europese context wordt dat gemonitord, of worden de materiaalstromen op macro-economische schaal bekeken. Dat is het stroomschema dat u hier ziet. Dus alles wat hier binnenkomt, dat zijn de materialen die we nodig hebben in de economie. Die materialen worden verwerkt, een deel wordt opgeslagen in de economie, in de huizen, in de wegen, in de auto's die we een aantal jaar gebruiken. Een deel wordt afval en van dat afval gaat er dus een deel in de economie blijven. Dat is deze groene terugkerende pijl. Je ziet dat het aandeel van die terugkerende pijl in hetgeen we nodig hebben eigenlijk nog relatief klein is. In Europa is dat iets van een 14%. Dus er is daar nog zeer veel marge om te groeien naar een meer circulaire economie, waarin we minder afhankelijk worden van die nieuwe grondstoffen. Nu, als we dat willen bereiken, wat kunnen we dan doen? Welke strategieën kunnen we allemaal volgen om tot een circulaire economie te komen? Essentieel is dus dat we eigenlijk de input van die nieuwe grondstoffen in de economie willen verminderen. Als we daarover nadenken, dan moeten we eigenlijk nadenken van hoe kunnen we maatschappelijke behoeften, maatschappelijke functies gaan invullen. Een maatschappelijke behoefte is bijvoorbeeld mobiliteit. We willen ons allemaal comfortabel kunnen verplaatsen. Wel, het eerste dat we ons moeten afvragen is hoeveel producten hebben we nodig om die maatschappelijke functie te voldoen. Voor mobiliteit is dat hoeveel auto's, hoeveel treinen hebben we nodig. En kunnen we dat aantal producten die we nodig hebben om comfortabel die maatschappelijke functie te vervullen, kunnen we dat verminderen? Een tweede aspect daarin is, om die producten te maken, hebben we materialen nodig. Hebben we een zekere hoeveelheid materiaal nodig? Kunnen we de materialen die in een product zitten, kunnen we dat verminderen? Kunnen we deze verhouding gaan verkleinen? Bijvoorbeeld, we hebben een kleine hoeveelheid goud nodig om een computer te maken. Moet dat? Kan dat kleiner? Dat is een volgende optie die we hebben. En een laatste optie is, ja, om die materialen te produceren hebben we nieuwe grondstoffen nodig. Kunnen we dat met minder nieuwe grondstoffen doen? Dus als we dat wat meer gaan detailleren, welke opties hebben we hier om deze verhouding van het aantal producten dat we nodig hebben voor de functie te verkleinen? Wat we kunnen gaan herstellen en gaan delen. Dan gaan we intensiever gebruik maken, ook langer gebruik maken van die producten. De levensduur kunnen we verlengen. Een aantal producten gaan te snel kapot. We kunnen ook hergebruiken stimuleren. De tweede verhouding, het aantal materialen dat we nodig hebben, kunnen we verminderen door efficiënter te gaan produceren, aan ecodesign te doen, beter design van producten, door ook onderdelen te herwerken en in nieuwe producten te gebruiken. En de laatste is, kunnen we de nieuwe grondstoffen verminderen die we nodig hebben om materialen te produceren? En dan denken we bijvoorbeeld aan het substitueren, het gebruiken van andere materialen die minder impact hebben, waar minder afval van is, ook bij de ontginning. En uiteraard het recycleren en design voor recycling. Maar voor mij is dat recycleren is een hoeksteen van de circulaire economie. Maar circulaire economie is veel meer dan dat alleen. We kunnen dat ook nog onderdelen zeggen. Het gaat over herwinnen van materialen en producten, het verbeteren van materialen en producten en ook het verminderen van materialen en producten. Eén klein voorbeeldje, terug de mobiliteit. Daar is een berekening op gebeurd door Material Economics om te zien
hoeveel kunnen we nu eigenlijk de impact of hoeveel kunnen we de materialen die we nodig hebben voor mobiliteit verminderen door een aantal van die strategieën te volgen. En in het geheel ziet u eigenlijk het volgen van betere of het verbeteren van recyclage van materialen en auto's. Ja, dat levert iets op, maar nog niet zo heel veel. Ik moet er wel bij zeggen dat recyclage van auto's dat ook wel al zeer goed gebeurt. Dus de marge om te verbeteren is daar misschien ook wel klein. Tweede mogelijkheid is beter gaan produceren, efficiënter produceren, betere eco-design en dergelijke meer. Al wat meer mogelijkheid. Maar de derde groep is het veranderen van businessmodellen. Het delen van auto's, autodeelsystemen bijvoorbeeld. En daar zitten de grote mogelijkheden. En dat is eigenlijk een constante in die circulaire economie, dat we zien dat in die strategieën rond nieuwe businessmodellen, herstellen, delen en dergelijke meer, dat daar heel veel potentieel nog zit. Hoe kan nu een overheid daarmee omgaan? Hoe kan zij die circulaire economie gaan stimuleren? Wel, in grote lijnen kunnen we zeggen, ze kan dat doen door innovatie te stimuleren, door technologie aan te moedigen, technologieontwikkeling aan te moedigen, beter gezegd, maar ook innovatie in businessmodellen, financiële innovatie en dergelijke meer. Uiteraard kan een wetgever ook regelgeving opstellen, normering van producten. Ze kan in aanbestedingen het gebruik van circulaire producten gaan stimuleren. En ze kan ook gerichte economische stimulansen via taxen of via statiegelden en dergelijke kan ze ook gaan opleggen. En uiteraard kan een overheid ook werken aan bewustwording. Maar let op, voor al die zaken, denk ik, is het zeer belangrijk dat er ook evidence-based gewerkt wordt. En daarvoor hebben we data nodig, daarvoor hebben we monitoring nodig en daar hebben we ook doelen voor nodig waar we naartoe willen met die circulaire economie. En zeer eigen aan de circulaire economie is dat die alleen maar vooruit kan gaan als er een intensieve samenwerking is tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en consumenten en financiële instellingen. Een korte historiek van circulaire economie in de Europese Commissie. Wel, in de jaren 70 werd er in de schoot van de Verenigde Naties, en dat is in de jaren 80, werd er al nagedacht over duurzaamheid. Zaten die concepten daar ook al in, van hoe we beter kunnen consumeren. Het is eigenlijk pas vanaf de jaren 2000 dat ook breed dan en de bedrijven daar serieus werd aan gewerkt al. Mensen zoals Brongaard hebben dat gestimuleerd. Maar als we kijken naar het niveau van de Europese Commissie, is het eigenlijk pas vanaf 2005 dat ze afkwamen met een roadmap to Resource Efficient Europe. Ook van de gedachte van die afhankelijkheid van grondstoffen van het buitenland. En de circulaire economie is vrij nieuw. Het is pas in 2015 dat er een actieplan gekomen is. En in 2020 dat dus er een nieuw actieplan circulaire economie is ontstaan. Centraal daarin staat de idee van de ontkoppeling. Men wil dat de economie groeit, maar dat het grondstoffengebruik tegelijkertijd kan afnemen of minder snel groeien. En is dat zo? Wel, je ziet hier een maat voor grondstofverbruik. Wij zitten hier op de blauwe lijn, de hoge inkomenslanden, en je ziet dat dat nauwelijks stijgt. Je zou kunnen zeggen, inderdaad, er is wat ontkoppeling. Maar wat ik met deze grafiek wil tonen, is dat dat ook afhangt van de manier van meten. Hier wordt gewoon gemeten binnen Europa. Maar als we kijken naar onze afhankelijkheid van grondstoffen buiten Europa, dan stijgt dat toch nog sterk. Dat betekent dat heel veel van onze industrie eigenlijk vanuit Europa, van de zware industrie, vanuit Europa verhuisd is naar andere continenten. En dat we zo eigenlijk onze materialen voetafdruk ook geëxporteerd hebben. Laat ons naar het beleid nu verder kijken. Uiteraard, onvermijdelijk, moeten we kijken naar de European Green Deal, waarvan von der Leyen onder andere zegt dat circulaire economie daar echt de nummer één prioriteit in is. Dus als we kijken naar het Circular Economy Action Plan, het CEAP, het actieplan rond circulaire economie van de Europese Commissie, dan zien we dat dat een heel breed kader is, zeer veelomvattend. Nog altijd heel veel nadruk op die recycling, dus die ene hoeksteen van circulaire economie. Maar ook, en dat is het positieve aan dat CEAP, ook veel ecodesign, right to repair,
groen aankoopbeleid, ook het beperken van eenmalig gebruik, van geplande veroudering en dergelijke meer. Zelf had ik daar graag ook nog wat meer in gezien rond deeleconomie en de nieuwe businessmodellen. Weet je wel, hetgeen waar we ook nog heel veel opportuniteiten in hebben. Daar staat eigenlijk nog heel weinig in bij de Europese Commissie in dat CEAP. Hè. Monitoring en digitalisering krijgen daar ook een prominente plaats, alhoewel men nog niet goed weet hoe men dat precies moet invullen. Maar hè, voor de eerste keer wordt daar ook gesproken over een product passport, dus een soort paspoort die met een product zou meegaan, om recycleurs op het einde van de keten bijvoorbeeld de juiste informatie te kunnen geven over welke materialen zitten in een product, hoe kan dat gerecycleerd worden, hoe kan dat ook hersteld worden naar gebruikers toe, enzovoort. Dat plan zal een aantal nadrukken leggen of een aantal focussen leggen op prioritaire waardeketens. Ze staan hier opgestomd, elektronica, verpakkingen en dergelijke meer. Hè. En dat wordt nu verder uitgewerkt. Dus het plan zelf is vrij vaag daarin. Maar er komt nu in de loop van deze jaren komt er allerlei regelgeving, allerlei acties die dat verder gaan uitwerken. Zoals rond kunststoffen, de Strategy for Plastics in a Circular Economy. Hoe zit het dan in Vlaanderen? In Vlaanderen hebben we een heel lange traditie in afvalbeleid. We zeggen dat we kampioenen zijn in recyclage. Dat zijn we ook. We zitten bij de top 5. Hè. We zijn niet de absolute kampioen meer. Ik moet wel zeggen dat de andere landen een serieuze inhaalbeweging bezig zijn. Goed, gelukkig maar. Een aantal zaken lopen zeer goed en een aantal zaken kunnen we nog groeien. Hè. Bijvoorbeeld in de recyclage, de collectie vooral ook, en de recyclage van elektronica. Daar zitten we nu op een 45%. Hè. Volgens Europa moet dat ook naar 65% gaan evolueren. Nu, dat zegt iets over recycleren terug hè, en over afval. We willen ook andere circulaire economie aspecten gaan meten, wat we ook in het steunpunt proberen te doen. Bijvoorbeeld, hè, we maken een monitor voor die circulaire economie, bijvoorbeeld voor mobiliteit. We zien dat die mobiliteitsbehoefte niet stijgt. We verplaatsen ons niet meer kilometers dan vroeger. Hè. Dat blijft stabiel de laatste 10 jaar. Maar we zien wel dat het aantal auto's stijgt. Hè. Om dus die behoefte te vervullen of het aantal auto's per huishouden. Dat de intensiteit, hè, we rijden daar minder mee, we gebruiken het eigenlijk. We hebben het wel, maar we gebruiken het minder. We gebruiken het ook met minder mensen, dus de efficiëntie vermindert. Gelukkig zijn er wel initiatieven zoals autodelen. Maar de globale conclusie is, ja, circulaire economie, goed en wel, maar we zien daar toch nog niet veel in veranderen vandaag de dag. Nochtans, in het regeerakkoord staat er wel een duidelijke verwijzing naar de circulaire economie. Hè. Daar staat in dat we willen in Vlaanderen willen streven naar een volledige circulaire economie. En circulaire economie in Vlaams beleid is bij uitstek iets dat over de departementen heen gebeurt. Het is beleidsdomein overschrijdend. Het is jammer genoeg ook een samenwerking met federaal niveau. Er is daar een splitsing tussen, hè, want productbeleid zit federaal. Maar we zien dat daar wel een in Vlaanderen, met Vlaanderen Circulair, een heel intensieve samenwerking is in de maatschappelijke vijfhoek. Hè. Dus met de overheid, met bedrijven, met universiteiten en dergelijke meer. Hè. We hebben ook duidelijke bakens en monitoring nodig. Hè. Dat merk ik ook in Vlaanderen, dat dat nog soms ontbreekt. We hebben dat voor de koolstofvoetafdruk. Hè. We weten waar we naartoe moeten met het verminderen van de uitstoot van CO2. We hebben dat eigenlijk nog niet echt voor circulaire economie. En dat zou ons zeker helpen om te weten waar we moeten geraken en wat we moeten doen om daar te geraken. Er staat wel een verwijzing in de beleidsnota omgeving, hè, dat we tegen 2030 30% minder materiaal en voetafdruk moeten hebben. Maar dat is een zeer globaal cijfer en dat zal zeker niet voor alle materialen gelden. Maar het zet wel de richting wat uit. Een aantal slotbemerkingen. De circulaire economie is zeker nog een jong domein. Er zijn enorme opportuniteiten, positieve economische opportuniteiten, ook opportuniteiten naar milieu, maar er zijn ook nog veel onzekerheden. We zien dat het beleid daar graag op inspeelt, ook omwille van die economische impact, dat er veel plannen zijn, maar dat die toch nog veel concretisatie nodig hebben. Dat er een aantal strategieën zijn die goed worden uitgewerkt, rond recyclage bijvoorbeeld. Een aantal andere die ook
heel efficiënt zijn naar het meer circulair worden, zoals levensduurverlenging en delen, dat mag nog veel meer aan bod komen in beleid. En elke strategie is ook wel uniek en dat maakt het moeilijk. Hè? Dat is ook allemaal uniek voor het specifieke materiaal en de specifieke productcategorie. En we moeten dat altijd vanuit het systeemniveau gaan bekijken en gaan monitoren of we effectief, met hetgeen dat we doen, effectief wel een stap zetten richting meer circulaire economie. Want dat is niet evident. Hè? Ik heb ook al zaken gezien onder het mom van circulaire economie, die eigenlijk ja, daar niet toe bijdragen. En niet besproken hier, maar ik wou het toch toevoegen, het stedelijk niveau is daar ook zeer goed in. En zeker ook naar die strategieën zoals levensduurverlenging en delen, zien we dat steden zoals Gent en Leuven daar strategieën rond ontwikkelen en doen wat ze kunnen om als stad dan circulair te worden. Zo, ik dank u. Hartelijk dank, Karel, voor de zeer informatieve uiteenzetting, die noodzakelijk zeer breed was, want je hebt heel mooi kunnen aantonen hoe de problematiek van circulaire economie raakt aan heel wat domeinen. En dus je hebt die helemaal mooi in kaart gebracht, de verschillende dimensies, ook de verschillende beleidsniveaus. Tot en met, en wie A zegt moet B zeggen, dan de uitdaging denk ik voor een provincie als West-Vlaanderen, zonder toch heel grote steden. Hoe gaat je dat dan op het platteland trachten te organiseren, denk ik dan. Misschien komen we daar straks nog toe. Ik heb één follow-up vraag vooraleer we naar het tweede deel van het programma gaan en ik het woord ga geven aan de panelleden, die elk ook de kans zullen krijgen om op uw presentatie te reageren. 2 weken geleden hadden we een online debat over de arbeidsmarkt. Op Europees vlak, Vlaams federaal. Een aantal eventueel van de mensen die nu online volgen waren er ook bij. En ik heb een brugje gezien in jouw presentatie. Met name waar je spreekt over nieuwe sectoren en jobs. En waar je wellicht ook terecht hebt gezegd, ja, circulaire economie is natuurlijk ook een verhaal van winnaars en verliezers. Dus daar moeten moeilijke, lastige keuzes worden gemaakt. Kunt je wat meer specifiek ingaan op welke sectoren, welke soort jobs bij de winnaars en de verliezers zullen zijn als we evolueren naar een meer circulaire economie? Ja, dus het soort jobs dat onder vuur ligt, dat zijn de jobs in de meer primaire sectoren. Als je naar de primaire staalproductie kijkt bijvoorbeeld, ja, dat zal natuurlijk, daar zal het aantal jobs verminderen. Maar daar zal het wel opgevangen kunnen worden door jobs in de recyclage van staal en andere recyclage. We zien ook veel jobs die ook voor wat lager gescholden kunnen, of door lager gescholden kunnen ingevuld worden, zeker naar inzameling en dergelijke toe. Ik denk dat zeker die primaire sectoren daar onder zullen lijden onder zo'n circulaire economie. En dan kunt u natuurlijk ook een bruggetje gaan maken naar, ja, maar die primaire zijn ook vaak verhuisd naar andere continenten, maar dat is een heel andere discussie natuurlijk. Uiteraard ook nog wel eens kunnen voeren. Op welke profielen gaat het dan? Gaat het dan om de klassieke nood aan meer technisch opgeleid personeel dat onze arbeidsmarkt dan nodig heeft in die nieuwe sectoren en die nieuwe jobs? Dus zoals reeds gezegd, in die nieuwe jobs gaan we zowel lage scholen nodig hebben, zeker in collectie en dergelijke meer. Die logistiek zal ook veel uitgebreider nog moeten worden, maar ook hoge scholen, want ik zie bijvoorbeeld in de financiële sector, daar moet nog heel veel kennis opgebouwd worden rond circulaire economie. Hoe kunnen we dat gaan inschatten, hoe kunnen we dat gaan beoordelen? Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen het brede gamma aan jobs, maar dat is misschien ook wel het mooie aan de circulaire economie, dat we daar kunnen op inspelen. Oké, goed. Dat klinkt als een mooie tussentijdse conclusie. Want dan gaan we inderdaad over naar het tweede deel van ons online paneldebat vanavond. Ik ga dadelijk het woord geven aan de panelleden. En we gaan met hen verder gaan uiteraard op hetzelfde thema. Hoe moet die circulaire economie er binnenkort uitzien? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de verschillende beleidsdomeinen? We beginnen vanavond met Annelies Deltour. Annelies is CEO van Paneltim. Paneltim is een West-Vlaams familiebedrijf dat internationaal actief is.
En gespecialiseerd is onder meer kunststofpanelen. Dat kan u zien uit de achtergrond van Annelies. Annelies, voor jou de vraag. Ja, wat heb je opgestoken? Wat is opgevallen uit de presentatie van Karel? En wat is vanuit jouw perspectief eigenlijk de belangrijkste uitdaging in die transitie naar een meer circulaire economie? Hier in West-Vlaanderen, maar ook Europees. En welke rol kan uw eigen bedrijf daarin spelen? Annelies, u hebt het woord. Dank u wel. Dank u, Karel, voor de mooie presentatie. Ik zie er heel wat punten in terugkeren die wij dagelijks eigenlijk in ons bedrijf ook zien. Dat is hoogstwaarschijnlijk omdat ons product ook wel mooi aansluit bij een aantal punten. Maar ja, er zijn ook nog uitdagingen, bijvoorbeeld rond de nieuwe businessmodellen, waar wij ook zeker nog dienen over na te denken. Het is echt niet evident, of niet in de gewoonte, als een productiebedrijf die een product effectief produceert en op de markt zet, om daar nieuwe modellen rond te creëren. Hè? Dus daarin kan er zeker wel ondersteund worden. Maar misschien nog begin ik best eens bij het begin, hè, bij ons bedrijf. Wij produceren inderdaad kunststofpanelen uit polypropyleen en polyethyleen. We injecteren die halve panelen en we gaan dan eigenlijk ons halffabrikaat gaan spiegellassen. Waardoor dat wij een gesloten paneel bekomen, zoals je hierachter ziet, met holle cellen. Het is dus licht, sterk en hygiënisch, dus het speelt waarin op dat idee dat de producten steeds lichter zijn, maar toch sterk. 90% van wat we maken verkopen wij wereldwijd, dus is export. En ook op dat vlak, hoe willen wij in de toekomst wel nog duurzamer zijn? Want op heden wordt alles eigenlijk wel nog in België geproduceerd en per schip of per camion getransporteerd. Dat zal wel nog doorwegen in onze ecologische voetafdruk. Waardoor dat wij nadenken over wereldwijde spreiding van onze capaciteit. Wat is onze uitdaging? Wel, wij werken reeds vele jaren met recycling grondstof die wij inkopen via partners die zich daarin specialiseren. Maar gezien dat wij twee productieprocessen hebben die beide cruciaal zijn, reduceert dit het volume dat bruikbaar is van de recycling enorm. Op heden is dat toch zo. Hè. Tot op heden dienen wij daar sterk op te selecteren, omdat wij de kwaliteit van ons eindproduct echt wel willen garanderen. Dat is dan bijvoorbeeld onze partners gaan met die panelen ofwel hokafzijdingen maken, bijvoorbeeld voor dierenhuisvesting. Hey, dat moet al een keer tegen een stoot kunnen, want kunnen daar hele grote dieren in gehuisvest worden. Maar andere partners gaan daar eigenlijk heel creatieve 3D-toepassingen mee maken. Dat we gaan over vloeistoftanks die nogal wat druk moeten kunnen hebben. Dat kan ook gaan over lichtere toepassingen, zoals trailers, vloeren voor bepaalde zaken of behuizing van allerlei technieken die dan tegen de weersomstandigheden ook kunnen. Voor een aantal van die toepassingen dienen wij specifieke specs voor te leggen waaraan dat het product voldoet. En daarvoor raden wij op heden virgin materiaal aan, hè, nieuw materiaal. Maar voor alles waar dat ons product daaraan niet moet voldoen, verwerken wij recycling. Het is zo, 50% van wat wij verkopen wordt gemaakt met 100% recycling grondstof. Dus wij verwerken geen 5 of 10% in ons product, maar 100%. En weten dat panelen zijn van 2,60 meter op een meter, dan kunnen raden dat die tonnages op een jaar dat serieus is. Waardoor dat komt tot de volgende challenge voor Paneltim. En dat is eigenlijk nu al zo. Dat is om eigenlijk dagelijks, want wij werken 24 uur op 24, 7 op 7, dat wij echt wel zeker zijn van die beschikbaarheid. En dat is vaak wel een uitdaging. Van die beschikbaarheid van die specifieke kwaliteit. We maken daar wel een onderscheiden in. Met bondmateriaal gaan we bijvoorbeeld zwarte panelen gaan maken. In ons hamma is dat dan het goedkoopste. Maar wij ondervinden bij de eindgebruiker van ons product dat die vraag naar een gerecycleerd product, een product gemaakt uit gerecycleerd materiaal, ook meer en meer een vorm van een eis wordt naar onze dealers toe dan. En dus daar, de eisen groeien daar ook natuurlijk.
Wij werken bijvoorbeeld met hetgeen dat je erachter ziet, groene panelen, lichtgrijze panelen. Dat zijn dan heel specifieke bronnen dat wij heel homogeen kleur proberen in te kopen. Dat maakt het nog moeilijker om die bronnen te vinden. Maar dus daar zijn we ons van bewust dat we ons dienen te slimmer te worden over de eigenschappen van de producten die bestaan op de markt, de recyclingproducten bedoel ik dan, en ook over ons eigen productieproces, zodanig dat we deze beiden beter op elkaar kunnen afstemmen en zo misschien dan de bronnen in de toekomst toch ruimer te kunnen gaan inzetten. Maar zoals gezegd, wij zijn een familiaal productiebedrijf, dat is een KMO, wij werken met 70 mensen, wij hebben hier geen circular project managers rondloopt. Nee, je moet dat dus eigenlijk vaak doen. En we zijn ervoor blij dat we dat kunnen doen met kenniscentra, met via projecten, zoals bijvoorbeeld met de KU Leuven. Zodanig dat we die kennis van extern binnen kunnen halen, dat die mensen kunnen meewerken rond onze challenges. Oké, prima. Dank u wel, Annelies. Heel interessant ook en met verschillende brugjes. Heel mooi naar de presentatie van Karel. Voor ik het woord geef aan Frederik, de tweede in lijn voor het paneldebat. Nog één follow-up vraag. Je hebt inderdaad op het einde van jouw uiteenzetting verwezen naar de inbedding van jouw familiebedrijf met een aantal andere actoren. Karel heeft dat model ook al gestipuleerd. Dat is trouwens een algemeen model, wat niet beperkt is uiteraard tot de circulaire economie. Er zijn de private ondernemingen, er zijn de bestuursniveaus, er zijn de consumenten enzovoort. En ook uiteraard het wetenschappelijk onderzoek. Je hebt zelf ook al op gealludeerd dat jullie samenwerken met de KU Leuven, wat we natuurlijk graag horen. Ik wil er nog één actor nog eens aan toevoegen. Hebben jullie zelf ook intense contacten met de overheidsniveaus, eventueel wat exportpromotie betreft of ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe producten of processen? Of helpen bepaalde overheden jullie om in contact te komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Kan u daar nog iets over zeggen, Annelies? Op verschillende vlakken doen we dat inderdaad. Maar rond die recycling is dat eigenlijk nog redelijk beperkt. Hier dan binnen het bedrijf. Maar ik moet erin ook toegeven dat we moeten werken met de middelen die we hebben. Hè. Rond de subsidiëring zijn we ons bewust dat er daar zaken mogelijk zijn. Want deze dossiers zijn ook vaak niet te onderschatten voor de kleinere bedrijven. Anderzijds, wij zijn wel ook op zoek naar bijvoorbeeld wereldwijd netwerk. Als het gaat over het vraagstuk van de eindverwerkers of de eindgebruikers van ons product, waar kunnen die end of life terecht? Dat is bijvoorbeeld een vraag die hier in onze teams naar boven gekomen is toen het ging over hoe kunnen wij nog verduurzamen? Hoe kunnen wij dat nu als klein bedrijf in kaart gaan brengen voor onze dealers die echt wereldwijd gespreid zijn? Zo'n zaken, dat is onze intentie om daar intensiever op te werken. Maar op heden zijn dat nog de to-do's. Oké, prima. Die hebben we allemaal en die zijn ook mooi om te horen. Ondertussen mag ik ook al zeggen dat er een aantal deelnemers de chatbox hebben gevonden. Dus die kan nog zeker een aantal extra vragen gebruiken straks voor het derde deel. Maar eerst gaan we natuurlijk verder met het paneldebat. Onze tweede spreker van vanavond is professor Frederik de Splenteren. Frederik is industriële ingenieur van opleiding en heeft net zoals Karel ook een diploma burgerlijk ingenieur materiaalkunde. Is professor aan de KU Leuven Campus Brugge. Onder meer in het Circular and Material Center kan hij zijn ding doen, laat ons maar zeggen. Want hij is de specialist van wat kunststoffen betreft. Hij zit vanavond in het panel ook omdat hij ervaring heeft met samenwerking met private bedrijven. En ook aan hem is de vraag, Frederik, vanuit jouw perspectief, vanuit het wetenschappelijk onderzoek, maar ook het contact met de praktijk. Wat is jou opgevallen in de presentatie van Karel? En nog belangrijker, wat is volgens jou de grote uitdaging in deze transitie naar circulaire economie, zowel op Europees, Vlaams, federaal, lokaal, provinciaal vlak. Frederik, jij hebt het woord. Bedankt voor de heel mooie inleiding en de al gegeven presentaties. En eigenlijk ook
uitleg waar dat ik ook nog brugjes kan naartoe slaan. En dus ik ga vooral inpikken inderdaad van het omzetten van een lineaire manier van denken richting een circulaire manier van denken. Dat is toch een heel belangrijk punt dat aangehaald werd in de presentatie van Karel. En we doen dat denk ik zowel door onderzoek en opleiding echt wel te gaan koppelen binnen KU Leuven. Dat is twee van onze drie taken die wij als professor hebben op de, ja, binnen de universiteit. En we mogen eigenlijk wel stellen dat mijn activiteiten, zowel in Brugge als in Kortrijk, en dat die heel sterk industriegedreven zijn. En het gaat allemaal in het kader van de opleiding kunststofverwerking en daaraan gelinkt. We zijn eigenlijk ook van plan, onafhankelijk van dit hier, om eigenlijk ook die naam van die opleiding om te tunen richting Sustainable Polymer Engineering. En zo'n klein beetje toch meer al het circulaire aspect in het ganse verhaal. Ik zie eigenlijk alleen om... Die bewust, om dat allemaal te realiseren en die verschillende, of al die informatie die we hier gekregen hebben, denk ik dat er eigenlijk wel enkele werkpunten zijn. Het eerste dat ik zie waar dat wij ook kunnen bijdragen in samenwerking met alle actoren, is dat we in eerste instantie ergens ook moeten bewust zijn dat we deftige producten gaan maken. Dus niet de heel goedkope kunststofprullen, waar, of die dus heel snel een negatief producten en een negatief daglicht gaan brengen. En we moeten producten maken, performante, toch wel lichtgewicht producten, maar het materiaal zit waar het moet zitten, en klaar voor een circulaire economie. En als we met thermoplasten bezig zijn, dat is eigenlijk een heel mooi materiaal, hè. Dus thermoplastische kunststoffen, we kunnen dat opnieuw smelten, als alles goed gaat, als dat mooi gescheiden is, om dat eigenlijk opnieuw om te vormen in nieuwe producten. En dat is hetgene waar dat wij dagelijks als onderzoeksgroep en opleiding proberen aan bij te dragen. We zitten natuurlijk, als dit product, kortlopend, folies of panelen, komen ook ooit eens end of life. We zitten dan met een zekere burgerverantwoordelijkheid. En de burger kan daar wel van bewust zijn. Oké, sluitstorten, dat is ook iets wat we vanaf moeten. Maar we zitten ook soms nog met onbewust gebeuren. Hè. Dus soms dingen die wel vrij bangelijk zijn, is alles wat aan microplastics betreft. Hè. Zo moet daar toch ook wel de hele, maatschappij bewust van zijn, dat we eigenlijk daar ook wel met een uitdaging zitten en moeten we daar ook wel de wetenschap en collega's naar aanzetten om te vermijden dat er daar eigenlijk van alles onzichtbaar ook in onze omgeving terechtkomt. Oké, we gaan hier niet heel, heel breed gaan. Ik ga nu wat meer proberen te focussen op producten. En dus, waarom moeten we dat zeker doen? Waarom is dat heel belangrijk voor West-Vlaanderen? Oké, ook voor Vlaanderen algemeen. We zijn eigenlijk als Vlaming de grootste kunststofverwerkers ter wereld. We verwerken eigenlijk 200 kilogram kunststof per jaar per inwoner. En dat is dus echt wel iets waar we trots op moeten zijn. We moeten dat natuurlijk goed doen, om de goede punten te halen, ook binnen circulaire economie. We mogen niet enkel binnen materiaalkunde gaan denken of binnen kunststofverwerking. We zijn ook een regio waar het er van alles anders gebeurt. West-Vlaanderen zet ook sterk in op mechatronica. Discipline overschrijdend gaan denken, moeten we slimme machines hebben, we moeten slimme producten hebben. Dat is dus allemaal waar dat we wel heel wat potentieel hebben, om bijvoorbeeld ook scheiding bij die grondstof- of afvalstromen hoe mogelijk te maken. Er is denk ik al heel veel onderzoek gebeurd rond verwerking van recyclaten, en er is dus enorm veel potentieel. De grootste uitdaging daar is natuurlijk, die stromen mogen niet allemaal samenkomen. Er mag niet veel gemengd worden. We zouden dat eigenlijk zoveel mogelijk op grote schaal moeten kunnen gaan scheiden, zonder dat het allemaal vermalen is in kleine stukjes die we dan achteraf weer uit elkaar moeten halen. En natuurlijk, we moeten kwaliteit hebben van die stroom. Ik hoorde heel graag mevrouw Deltour zeggen van, ik wil een specifieke kwaliteit hebben. En dat is iets waar dat we echt wel belang moeten aan hechten. Afhankelijk van het proces dat we eigenlijk beogen, als we een groot grof product hebben, dan kun je misschien wel wat meer spreiding en recyclaat toelaten. Als je een heel delicaat proces hebt, fiberspinning en vezelspinnen, dat zijn allemaal elementjes achter elkaar. Als daar één slecht elementje zit, is heel het proces om zeep. En dus we zouden eigenlijk afhankelijk van het proces dat beoogd wordt, afhankelijk van het product of de toepassing, dan nog los van spuitheden, maar afhankelijk van het proces ergens een spreiding op materiaaleigenschappen moeten kunnen definiëren en eigenlijk kunnen opleggen. En dat is van toepassing voor eigenlijk alle materialen. Want recyclage, dat is spreiding van eigenschappen.
eigenlijk, ik ging in eerste instantie zeggen, kunststofverwerkers, dat zijn een klein beetje autistische mensen. Mijn excuses voor deze uitspraak, maar die, ja, als een machine werkt, willen ze nog niet te graag aankomen. Least met virgin, recyclaat, oei, ze zien al dat dat een andere vorm heeft, dan gaat al zijn, dit werkt niet. Die bewustwording is er inderdaad wel. We moeten natuurlijk wel zeker zijn dat we een goede manier van beschrijven hebben van dat recyclaat. En niet gewoon gemiddeld gezien is die eigenschap zo. Hè. Men spreekt dikwijls van MFI om vloeibaarheid te hebben. Maar daarmee alleen beschrijven we het niet meer. Hè. Dus we gaan veel ja, toch gemiddelde eigenschap moeten kunnen bepalen, maar ook op groot niveau van hoeveel spreiding mag erop zitten. En dat is dus de volgende uitdaging waar we naartoe moeten gaan. Heel waarschijnlijk is er veel meer materiaal dat inzetbaar is bij bijvoorbeeld het bedrijf Benetim. Maar men ja, wel natuurlijk problemen vermijden. Als er een slecht lot in zit, is het gevaar heel groot dat daar dingen terugkeren. Dus we moeten ergens proberen te streven naar constante eigenschappen op groot bulkniveau en naar constante stromen. En daar gaan we dus inderdaad wel ja, moeten gaan werken aan zo'n systeem om kwaliteitseisen of controleerbare eisen op te leggen. En uiteraard moeten we vermijden dat er kortsluitingen zijn, dat er materialen via andere kanalen misschien goedkoper verwerkt worden. Eigenlijk moet dat toch een zo globaal mogelijk afval hebben we niet, maar stromen vermijden. Dus we moeten producten maken die recycleerbaar zijn. Dus niet 7 processen in elkaar gaan combineren met staal en met alles aan elkaar gaan kleven. Duurzaam ontwerp met duurzame materialen. Ik denk dat dat een uitdaging is. Oké, prima. Dank u wel, Frederik. Ik heb zelf ook al veel bijgeleerd over eigenschappen, over de kwaliteit van die producten. Wat je daarnet hebt verteld, kunt u dat ook concreet maken? Wat zou dat betekenen voor de... in het eindstadium van dat proces, op welke manier zal de consument dan geconfronteerd worden met een ander soort product als er inderdaad meer rekening wordt gehouden met die kwaliteitseisen, met het onderscheiden van die verschillende eigenschappen? Kan je misschien één concreet voorbeeld geven? Het zou eigenlijk een degelijker systeem moeten bestaan waar dat duidelijk is wat je met een product op end-of-life naartoe moet meegaan. Nu, als ik zie welke verschillende systemen dat er zijn op containerparken, harde plastics, ja, wat daar allemaal in belang, daar is er nog wel werk aan de winkel. En dit duurt wel generaties vooraleer dat mensen zich bewust zijn van... Het zou net wat duidelijker moeten zijn van waar moet je naartoe met welke materialen. Oké, dat is een heel concrete tip. Dank u wel, die voor iedereen duidelijk is. En ook een boodschap, denk ik, aan de overheden. Veel meer vakjes in het containerpark, als ik dat zo mag samenvatten. Derde panelid, Caroline van Heden. Mevrouw van Heden, ook voor jou uiteraard. Hartelijk welkom vanavond. U bent commercieel directeur van Heden Environmental Logistics. Ook een West-Vlaams privaatbedrijf, maar met ook vestigingen buiten de provincie. Actief in afvalbeheer en ook voor u uiteraard de vraag, wat is u opgevallen in de presentatie van Karel? Welke elementen wil u inpikken? En wat is met uw inzicht, met uw ervaring, met uw verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf, de grootste uitdaging op het vlak van de transitie naar een circulaire economie? En ook daar mag er uiteraard verwezen worden naar het Europees, Vlaams, Federaal, het lokaal of het provinciaal vlak, hoe dat we die transitie tot een goed einde kunnen brengen. Caroline, u hebt het woord. Dank u wel. Wel, ik was eigenlijk al heel blij om te zien dat in die presentatie al heel veel elementen aan bod kwamen die wij eigenlijk dagelijks gebruiken. U heeft het gezegd, circulaire economie is een nieuw begrip. Het is nog maar pas een aantal jaren dat we spreken over circulaire economie. Maar ik durf wel te zeggen dat wij binnen ons bedrijf en binnen onze sector toch wel al veel langer bezig zijn met die principes rond circulaire economie. Vroeger spraken we eigenlijk meer van de ladder van Lansing, waarbij dat we toch onze klanten mee probeerden te ondersteunen naar het vermijden van afval of eventueel afval te hergebruiken. Maar effectief, recyclage is dan de volgende stap in die ladder van Lansing, is toch wel iets die heel belangrijk is voor ons. Als ik zie hoe onze klanten in de loop van de jaren eigenlijk bewuster ook omgaan met hun afvalstromen en ook wel meer kijken naar afval als materiaal,
materialen, is dat eigenlijk wel een goed teken, vooral in dat verhaal rond circulaire economie. Hè. Wij worden eigenlijk als afval ophaler, hè, maar het is eigenlijk niet het juiste woord, hè, want wij zijn eigenlijk ook wel mensen die proberen dat afvalbeheer eigenlijk ook meer in kaart te brengen. Wij worden eigenlijk meer en meer ook betrokken in de beginfase van het product. Hè. En dan keer ik een beetje terug naar wat u zei rond de lineaire economie die naar circulaire economie gaat. We voelen dat bedrijven bewuster omgaan met de productie of hun product op zich. Ze zijn er zich bewust van dat hun product dat ze op de markt brengen ooit wel een keer end of life komt, dat de consument het niet meer wil gebruiken. En ze zijn zich er meer bewust van dat dat product dan op een of andere manier wel opnieuw moet kunnen ingezet worden of ergens gerecycleerd worden. En ik was eigenlijk ook wel blij om te horen dat Frederik zei van productiemensen zijn soms wel een beetje autistisch, want dat voelen wij ook wel enorm. Hè. Dus wij zetten heel veel in sorteren, in recyclage. Maar daar voelen we wel nog enorme uitdagingen in die recyclage. Wanneer dat je producten hebt die mooi uitgesorteerd zijn, dan is die kwaliteit van dat product eigenlijk ook wel superbelangrijk om dan nog verder te kunnen in hergebruik en dan terug te zetten als grondstof om dat terug in dit circulair gegeven eigenlijk te brengen. Jullie spreken vooral over kunststoffen, omdat jullie daarmee bezig zijn, maar weet dat wij voor heel veel sectoren werken en dat het niet alleen kunststoffen zijn die vrijkomen, maar ook nog heel veel andere stromen die ergens ook wel een weg willen vinden in dat circulair verhaal. Wij zijn blij dat de overheid toch wel sterk inzet, ook op dat materialenbeleid, en dat zij daar wel aandacht aan besteden. Maar we voelen nog effectief dat alles nog wel een grote duw in de rug moet krijgen. Hè. We zijn er nog helemaal niet. Hè. Mensen weten nog niet altijd dat die kwaliteit van die grondstoffen of van die materialen dat we proberen te recycleren, dat die kwaliteit heel belangrijk is, alvorens dat we er verder weg mee kunnen. We voelen ook wel dat klanten die bronsortering nog niet altijd goed begrijpen. We zien effectief het voorbeeld dat u aanhaalt van harde kunststoffen op containerparken. Wij stellen dat eigenlijk ook voor. Harde kunststoffen, ja, hoe leg je dat uit aan een klant of aan een consument of aan een particulier? Van wat is nu harde kunststof? We hebben eigenlijk harde kunststoffen nodig, maar het moeten ook recycleerbare harde kunststoffen zijn. Er komt nog heel wat kunststof vrij die op vandaag ook wel niet altijd recycleerbaar is. Dus we moeten inderdaad opnieuw gaan kijken van wat kunnen we er nadien mee doen. We hebben een eigen productieplant waar dat wij kunststoffen proberen te granuleren. En we stellen dan ook wel vast dat die recyclagegranulaten op vandaag ook wel nog niet 100% kunnen ingezet worden. We staan in concurrentie met virgin materiaal. We zitten in een heel slechte periode op dit moment naar kunststof virgin. We staan daar altijd in concurrentie met olieproducten. Door de olieprijzen die laag zijn op vandaag, wordt eigenlijk nog meer gekeken naar olie dan naar recyclagemateriaal. Dus we hebben echt wel nog die ondersteuning nodig vanuit de overheid om recyclaat eigenlijk verplicht te maken om aan te wenden in nieuwe producten, in nieuwe gebruik in plaats van nieuwe grondstoffen. Dus dat is wel echt wel iets die voor ons ook wel heel belangrijk is en ondersteunend zou werken om nog meer met al die verschillende afvalstromen of al die verschillende recyclagestromen die bij ons terechtkomen, om er echt wel nog een betere toepassing te kunnen aangeven naar de toekomst toe. Oké, prima. Dank u wel, Caroline. Voordat we overgaan naar het derde deel van vanavond, maar ik geef straks ook nog eens Karel het woord. Nog een korte follow-up vraag. Je hebt verwezen naar overheden, maar werken jullie ook samen met onderzoeksinstellingen voor innovatie, voor onderzoek, of kunnen jullie dat in-house organiseren? Nee, wij zijn heel blij dat we regelmatig kunnen samenwerken met onderzoeksinstellingen, want effectief, die studies zijn zeer arbeidsintensief in de eerste
plaats, maar ook wel, het kost ook allemaal centen om daarmee bezig te zijn. Wij zijn ook nog altijd een familiebedrijf, een Belgisch bedrijf. Die middelen ter beschikking stellen om eigenlijk zelf die zoektocht te doen, is eigenlijk voor ons ook wel niet haalbaar. Dus vandaar dat we wel tevreden zijn om beroep te kunnen doen op onderzoeksinstellingen. En ook vooral omwille van het feit dat wij niet enkel onderzoek willen doen naar één product. Wij willen ook wel onderzoek doen naar meerdere producten. Want iedere klant van ons vindt wel dat zijn product of zijn grondstof belangrijk is en wil wel dat we mee helpen zoeken naar oplossingen voor hun producten. Dus wij moeten wel echt wel kijken naar welke stromen dat wij verder willen werken en onderzoeken. Dus vandaar dat die onderzoeksinstellingen voor ons wel belangrijk zijn, dat ze ons daarin ondersteunen om op meerdere vlakken actief te kunnen zijn. Oké, prima. Ja, en de Europese bestuursniveau helpt daar ook bij, want zij brengt eigenlijk ook die spelers samen. Ik heb van Frederik onder meer vernomen dat onder meer Panelfin, het bedrijf van Annelies, ook samenwerkt in het kader van een EFRO, het programma, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voordat we overgaan tot het derde deel en hou zelf ook nog de chatbox in de gaten. U mag nog altijd uw vragen posten. Ik heb er al een aantal zien passeren. En daar gaan we straks zeker mee aan de slag. Voordat we dat derde deel echt van start gaan, wil ik nog eerst kort even terug het woord geven aan Karel. Of hij nog een repliek klaar heeft op de tussenkomsten die de drie andere paneleden tussentijds hebben gebracht. Karel, je hebt het woord. Ja, dank je allemaal voor jullie reacties en interessante insteken. Toch een paar zaken. Ik heb in mijn presentatie nogal sterk de nadruk gelegd op die nieuwe businessmodellen, delen, product-service systemen, herstellen en dergelijke meer. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat recyclage onbelangrijk zou zijn, maar ik wist dat jullie in het panel zaten, dus dat nog ruim aan bod ging komen. En het is natuurlijk een heel ingewikkelde business en ik zie die recyclagesector. Ik kreeg de vraag ooit vanuit de afvalsector van ja, verdwijnen wij dat dan? Natuurlijk niet. Ik zie die ganse sector ook echt als een coördinatiecentrum binnen de circulaire economie. Die moet ervoor zorgen dat die stromen op elkaar afgestemd worden. Van afgedankte materialen, materialen die in andere producten kunnen ingepast worden. Ik hoorde bij Annelies ook een grote vraag, en ik herken die vraag heel erg, naar de kwaliteit van die gerecycleerde materialen, ook naar beschikbaarheid van materialen om te recycleren en om te kunnen gebruiken als recyclaat. En ik geef toe dat wat Frederik zegt, dat we niet te autistisch moeten kijken naar de specificaties en te eng moeten zijn in wat we kunnen gebruiken. Maar anderzijds ben ik er zelf van overtuigd dat die bezorgdheden rond kwaliteit en beschikbaarheid, dat ook wel voor een groot stuk terug te leiden is op kennis, data. En dat we daar heel erg moeten aan werken in de ganse sector, in die circulaire economie, dat er veel meer datadoorstroming moet zijn van producenten naar consumenten naar recyclagebedrijven. En ik pleit hier absoluut niet dat bedrijven hun intellectuele eigendom op straat zouden gooien, maar wel dat er goede systemen zouden opgezet worden, zoals we kennen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld, dat diegene die informatie nodig heeft, die moet weten van welk materiaal zit daarin, welke kwaliteit is dat en dergelijke meer, dat die dat kan aanspreken. En ik denk dat die backbone, dat we die nodig hebben voor de circulaire economie. Oké, dank u wel, Karel, voor die reactie. Dan gaan we helemaal van start met de vragenronde. Maar ik blijf bij jou, Karel, want ik denk dat de eerste vraag voor jou is. Het is de vraag van Martin en het gaat over funshoppen. Dat heeft met de coronacrisis te maken, maar ook natuurlijk met circulaire economie. Sinds gisteren zijn de winkels terug open. Het viel allemaal nogal mee als we de berichtgeving mogen geloven. Maar Martin verwijst naar een item in die ideale wereld van gisteravond. Enfin, ik heb het niet gezien, maar voor diegenen die het niet kennen, dat is het programma op de andere zender. En iets later dan het journaal waar we massaal maandagavond allemaal hebben naar gekeken. Ja, funshoppen, is dat ook niet een teken aan de wand dat eigenlijk de consumenten, de eindgebruikers, nog niet mee zijn met het verhaal van circulaire economie? En betekent dat ook niet dat we toch ook zelfs naar een ander economisch model zullen moeten, Karel, dat minder gericht is op bijvoorbeeld louter economische groei? Karel? Ja, dat is natuurlijk een zeer omvangrijke vraag.
Er mag natuurlijk fun zijn, voor alle duidelijkheid. En ik begrijp dat mensen graag nieuwe ervaringen hebben, maar we moeten dan ook op die ervaringen meer inspelen. De consument heeft een zekere verantwoordelijkheid om daarop te letten, maar laat ons ook kijken naar winkels, bedrijven. Die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om dat op een andere manier te kunnen aanbieden. En ik grijp terug naar modellen zoals product-service systemen, deelsystemen en dergelijke meer, waarin je toch kleren bijvoorbeeld kunt lenen voor een zekere tijd en kunt teruggeven naar die tijd. Ander berichten in de pers vandaag en gisteren gingen over de Honest Jeans, waar je, als je ze terug inlevert, ook nog een stukje statiegeld krijgt. Dus op dergelijke manier kan je wel degelijk mensen een comfortabel leven bezorgen, zonder dat die materiële de toevoer van nieuwe grondstoffen, van materiële dingen, daarom veel moet vergroten. Je kunt veel gemakkelijker dingen gaan vernieuwen zonder dat je producten moet afdanken per se. Ja, en zonder dat ze per se duurder moeten worden, want het is uiteraard ook niet de bedoeling dat we een systeem van circulaire economie zouden op poten zetten dat sociaal uitsluitend wordt. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat ook daar de digitale revolutie enorm in helpt. Ik ben zelf een fervente autodeler. Ik heb geen auto meer. Maar ik zou dat nooit doen als ik daar geen goede app voor heb, om daar gemakkelijk toegang toe te hebben. En autodelen is ook wel financieel voordelig. Dus in die zin denk ik dat daar ook wel een sociaal aspect aan zit, als het dat op een goede manier uitgewerkt wordt. Oké, prima. Dat was een soort brede vraag inderdaad om deze ronde mee te starten. We gaan terug een beetje meer inzoomen op een aantal meer specifieke aspecten. En de vraag is voor Frederik. Er is een vraag van Dorian naar biodegradeerbare kunststoffen. Hoe zit dat daar nu precies? Zijn die nu al goedkoper dan de gewone kunststoffen uit aardolie of juist nog duurder? Frederik, biodegradeerbare kunststoffen, wat is de stand van zaken? Misschien toch wel daar een keer verschil gaan uitleggen, biodegradeerbare versus biobased materialen. Nee, biodegradeerbare, denk ik, zijn eigenlijk materialen die we eigenlijk enkel maar mogen inzetten als we niet zeker zijn van waar dat die terechtkomen. Als we daar eigenlijk geen heel goed beeld hebben op het circulaire verhaal, eigenlijk moeten we bijna zeker zijn dat ze niet in de andere stroom terechtkomen, want anders gaan ze het volledige recyclageproces toch wel gaan kapot gaan helpen. Eigenlijk denk ik, het is zeker een belangrijk onderzoekstak, maar daarnaast moeten we de biobased materialen zien. We zijn bezig met olie, die natuurlijk beperkte voorraden heeft. En als we biobased kunnen werken, en we steken er heel veel geld en energie en tijd in om goede producten te ontwerpen. We moeten naast biodegradeerbare materialen, die inderdaad ook nog voldoende duur zijn, ook op die biobased materialen gaan werken, die ook nog duurder zijn dan de klassieke oil-based materialen. Maar dus als we daar heel veel tijd in steken om te ontwerpen en tot goede producten te komen, moeten we zeker voor zorgen dat we ook in die biobased gaan werken. En dat biobased materiaal laat ook toe, als we dat op een goede manier apart gaan inzamelen, om dat ook een goed tweede en volgend leven te geven. Maar ook daar heel belangrijk dat ze apart kunnen gesorteerd worden. En dus daar zitten we natuurlijk in heel dat biodegradeerbaar verhaal. We steken daar heel veel moeite in om tot producten te komen en we willen dat eigenlijk hebben dat het zo snel mogelijk weg is. Eigenlijk zit daar toch nog altijd een klein beetje een verhaal in. Het wordt misschien net wat te goed voorgesteld, want die materialen zelf zijn heel dikwijls, maar specifiek echt wel biodegradeerbaar. En dus Oké, biodegradeerbaar, niet te verwarren met biobased. Oké, goed, dank u wel. Dat heb ik genoteerd. En dank jou voor de heldere uitleg, Frederik. Ik ga nog eens terug naar Karel. Karel, we gaan toch nog ook een ander register openen. Maar heel kort dan, dat is een vraag van Erik, naar de plaats van kernenergie. Dat natuurlijk ook weer helemaal in het nieuws is. Moeten we al of niet gascentrales bouwen? Hoe zit het met de afbouw van onze kerncentrales? Ik vermoed, maar correct me if I'm wrong, dat er geen plaats is voor de kerncentrales
in het model van circulaire economie. Karel? Ja, dat is een heel ander verhaal. Natuurlijk, dat is het verhaal van de energie. Ik zou me daar niet over uitspreken, maar in een circulaire economie zijn ja, per definitie grondstoffen die eindig zijn, niet zo gewenst op de lange termijn. Hè. Dus dan zijn we beter af met hernieuwbare dingen, dus ook met hernieuwbare energie. En ik wil toch wel iets scherps stellen hier. Ja, we hebben zonnepanelen en windmolens die op dit moment misschien wat minder goed recycleerbaar zijn, maar die technologieën zijn natuurlijk ook nog vrij jong. Hè. Men zoekt al 50 jaar naar een oplossing voor kernafval. Hè. We gaan geen 50 jaar moeten zoeken naar oplossingen voor windmolenwieken en zonnepanelen. De recyclagemethodes daarvoor zijn in ontwikkeling en die komen er zeker binnen de 10 jaar. Ik denk dat we daar echt moeten geloven in een technologische evolutie die dat mogelijk maakt en die ervoor zorgt dat die hernieuwbare energie niet alleen qua energie hernieuwbaar is, maar ook qua materialen hernieuwbaar. Oké, prima. Dank u wel, Karel. Ik ga de volgende vraag voorleggen aan Caroline. Het gaat over recyclage en producten die gemaakt worden op basis van recyclage. Of er niet meer moet ingezet worden op de kleur, op de textuur, zeg maar op het gebruiksgemak, hè, zodanig dat die populairder zouden worden voor de eindgebruikers. Hebben jullie daar zelf ideeën over, ontwikkelingen? Of is dat een fase die verder zit in de keten dan waar jullie zich met jullie bedrijf mee bezighouden? Wel, ik denk effectief kleur, textuur, heel veel heeft ook met marketing te maken, denk ik. Waarom wordt er een mooie kleur gegeven aan een verpakking? Omdat ze aantrekkelijker zouden zijn voor in de winkelrekken te zetten. Dus effectief, dat voelen we ook wel. Te veel diversiteit aan samenstellingen en kleuren maakt recyclage niet altijd eenvoudig. Dus hoe meer dat we daar naar een uniformiteit zouden kunnen gaan, hoe beter uiteraard naar hergebruik. Maar goed, die marketing kunnen we niet wegdenken. We spreken daarover, die funshopping. Ik denk wel, sowieso, mensen willen niet meer terugkeren naar het verleden, waar dat alles wel misschien wat eenvoudiger en eentoniger was. We zijn dat gewoon geraakt om dat mooi aanbod te krijgen en dat mooie kleurenpalet. Ik denk dat het vooral naar samenstelling is. Dat ook die kleuren toch wel geen struikelblok worden naar de recyclage toe. Ik denk dat dat vooral ook wel belangrijk is. Ja. Annelies, wil jij daar nog op inpikken? Ja, omdat wij dat ook dagelijks eigenlijk tegenkomen. Een voorbeeld is die grijze bron. We gaan ons product als een duurder product op de markt gaan verkopen. Het is nu eenmaal polypropyleen, het is ook een duurdere plastic. Hè. Dus we zitten in concurrentie dagelijks met bijvoorbeeld een goedkoper PVC. En dan gaan wij ons product als een duurzame product gaan verkopen, inderdaad. Dat is een marketing. Maar daar dienen wij wel rekening te houden met de kleurvariaties van de recycling. Waardoor dat wij dan als een dure product dikwijls wel met een grotere kleurvariatie op de markt komen. Dat is niet evident om dat verhaal uitgelegd te krijgen aan de eindgebruiker. Oké, ik betaal hier meer voor een sustainable product weliswaar. Het had een twintigtal jaar mee, oké. Maar ik moet er wel bij nemen dat het ene paneel bij het andere dat af en toe een keer afwijkt. Dus dat niet egaal is. Daarin weten wij wel dat we misschien ook wel nog moeten bijleren om dat te kunnen bijsturen in ons proces. Maar dat is niet evident. Dat is absoluut niet evident. Nee, maar ik onthoud ook uit jouw presentatie van daarnet dat er ook zelfs ook al klanten zijn die zelf vragende partijen zijn om op die nieuwe trends in te spelen. Dat het ook natuurlijk niet is dat dat voor alle eindgebruikers een probleem is natuurlijk. De chatbox loopt heel goed, moet ik zeggen. Beste paneleden, we gaan al een beetje over onze tijd, dat hebt u gezien. Maar als dat van mij afhangt, dan gaan we daar nog een paar minuten aan toevoegen. Want ik wil jullie toch nog wel een aantal andere kwesties voorleggen. Enfin, sommige zijn heel specifiek, andere open weer andere registers. Laat me toch deze vraag hier nemen van Lise over elektrische wagens.
En waar natuurlijk die component batterijen cruciaal is. En als we weten wat er allemaal niet voor nodig is, is het SOP dan de kool nog wel waard? Mispakken we ons niet aan die sommige innovatieve producten, dat ze misschien op het eerste zicht wel beter lijken, maar dat er nog allerlei andere problemen terug opduiken? Karel, wil jij op die vraag antwoorden? Ja, graag. Ik ben het ermee eens dat we moeten opletten. Dus niet alles wat we maken is per se beter of helpt per se. Maar in het geval van elektrische auto's en batterijen ben ik daar wel heel positief over. Dus die impact, er is natuurlijk een impact van de materialen in de batterijen, maar ja, het is toch na een korte tijd ingewonnen en is dan stukken beter dan een verbrandingsmotor als het een volledig elektrische auto is, wel te verstaan. Nu, die batterijen, dat is ook een volle evolutie. Dus die evolutie, die leercurve van die batterijtechnologie is heel steil. Om u een voorbeeld te geven, er is veel sprake over de kobalt die uit Oost-Congo komt. Soms niet altijd in de beste omstandigheden ontgonnen. Daar moeten we absoluut mee opletten. Maar het aandeel kobalt in batterijen is echt zeer laag geworden. Dus men substitueert dan die moeilijke of die grondstoffen die toch wel uit conflictgebieden komen of een grote milieu-impact heeft. Men substitueert dat door andere elementen die een lagere impact hebben. En die evolutie gaat ontzettend snel. Dus in die zin, ze zijn nu al een stuk beter dan verbrandingsmotoren. En dat kan alleen maar nog verder zo groeien. Dus die evolutie is ja, ronduit positief op dit moment. Oké, prima. Dank u wel. De volgende vraag is voor Frederik. De vraag komt van Stefan en ze gaat over toch ook de levensduur van de producten. Ik heb er in mijn inleiding al op gealludeerd. Kunnen we niet naar een soort mobiele telefoon die niet om de 3 of 5 jaar moet vervangen worden? Maar hij stipt hier een heel belangrijk aspect aan. Ja, misschien maken we dan wel materialen die duurzamer zijn en die langer kunnen meegaan, maar de software staat natuurlijk niet stil. Frederik, zijn daar bepaalde inzichten, oplossingen voor, hoe we de mismatch kunnen vermijden, dat natuurlijk alles wat software is een enorme versnelling kent, maar dat dat natuurlijk ook moet bijgebeend blijven door de hardware. Frederik, is dat iets waar jij iets over kwijt kan? Ik ga daar niet op alles een antwoord kunnen geven, maar ik denk dat we daar dan gewoon ook design for disassembling, dat we ook mogelijkheden hebben om eigenlijk toch nog altijd de materialen uit elkaar te halen. Een tijdje terug verwees Karel ook aan het feit, het leven moet ook een klein beetje fun hebben. 5 of 6 jaar met een smartphone rondlopen gaat misschien ook te lang zijn. Dus in dat opzicht moet dat evenwicht daar wel zijn en zou het eigenlijk moeten mogelijk zijn of dat de ontwerpen dan zodanig gemaakt zijn dat we eigenlijk toch op een of andere manier die kostbare grondstoffen daar op relatief efficiënte manier kunnen uithalen. Ik denk dat dat toch hetgeen is dat we een compromis gaan moeten vinden. Wat software betreft en alles wat daar die ontwikkelingen betreft, dat is net wat minder mijn winkel. Oké, maar daar kunnen we misschien nog wel in een andere EU-kwesties over hebben, over de digitale evolutie die ons te wachten staat. Want zoals ook al gezegd in de introductie van Karel, die circulaire economie kadert in de Green Deal, maar moet natuurlijk ook matchen met die andere zijde van de tweeledige transitie waar de Europese Commissie onze samenleving wil op voorbereiden. Klimaatneutraal enerzijds en digitaal anderzijds. Nog heel pak vragen zijn binnengekomen, bijvoorbeeld ook een hele mooie van Bart. Of onze drang naar globalisering, die we nu misschien wat zullen corrigeren omwille van de coronacrisis, of dat eigenlijk wel compatibel is met de circulaire economie. Maar ik blijf met ik hou een laatste, eerder praktische vraag over voor de dames in ons panel, voor Annelies en Caroline. Ja, kan de overheid ook niet circulaire economie gewoon heel simpel stimuleren door bijvoorbeeld een verlaagd btw-tarief op 6%. Ik vermoed dat jullie daar wel voorstander van zijn. Annelies. Ja, inderdaad. Een ander ideetje was bijvoorbeeld à la de innovatieaftrek, maar dan een recyclingaftrek. Een stimulatie op alle omzet die je maakt van producten gemaakt uit recycling. Het zijn allemaal ideeën om de meerkosten of de energie die je steekt in een aangepast productieproces,
En inderdaad, de prijs van de recycling die het dient te kosten, om dat te betalen, dat je daar dan ergens een recuperatie kunt doen door, via zo'n subsidies. Oké, dank u wel. Caroline, ook voor jou die vraag. Kan de overheid via fiscale stimuli bijvoorbeeld nog een extra duw in de rug geven van de circulaire economie? Sowieso, de overheid zorgt al dat ze de manier van verwerking al wat stimuleren door hun heffingsbeleid daarop aan te passen. Dus dat is dan het in de keten vooraf. Dus hoe beter materialen verwerkt worden, zij het naar recyclage, dan betaal je geen milieuheffing. Maar als we naar verbranden gaan, is de milieuheffing hoger. Wanneer we dan eventueel nog naar storten zouden gaan, is die milieuheffing bijna al niet meer betaalbaar. Dus daar stimuleren ze wel in. Maar ik denk wel dat de stimulering naar dan hergebruik van die recyclageproducten ook wel nog een flinke duw zou kunnen geven in het effectief hergebruik dan. Oké, prima, dank u wel. We sluiten dit gedeelte af met toch ook iedereen te laten weten dat er vraag was naar de PowerPoint van Karel en ook naar de opname. Daar gaat Europe Direct provincie West-Vlaanderen zeker voor zorgen. Er zijn ook al mensen die een expertise aanbieden. Enfin, het was een heel interactieve ronde. Hartelijk dank aan iedereen die daar heeft toe bijgedragen. Wat de conclusies betreft ga ik passen en ik ga nog één keer terug naar de vier paneleten om onze avond stilaan af te ronden. Beste paneleden, stel dat jullie morgen opnieuw in een online sessie zitten, maar niet meer met mij en met de andere deelnemers, maar met de verantwoordelijke commissaris, dus het lid van de Europese Commissie, met de minister van Werk, Federaal en Vlaams en met de deputé van de provincie West-Vlaanderen die zich bekommert over de circulaire economie. Hun camera moet afstaan en ze moeten ook hun micro muten. En u hebt een aantal seconden om hen te zeggen waar het echt op aankomt wat de circulaire economie betreft. Wat zou jullie boodschap zijn? Karel, wat ga je hen morgen vertellen? Ja, twee zaken. Als je iets van stimulering wil doen, zet dan prioritair in op innovatie. Niet in de enige zin van alleen technologische innovatie, maar zeker ook innovatie in businessmodellen en financiële innovatie. 1. En 2, de ruggengraat van data en monitoring is bijzonder belangrijk. En dat staat nog in zijn kinderschoenen, dus ook daar moet heel hard op ingezet worden. Oké, prima. Dank u wel, Karel. Annelies, wat is jouw message, main message, morgen voor jouw online meeting? Wel, investeer inderdaad in subsidies voor bedrijven die projecten aangaan, die het betaalbaar houden, het verwerken van de recycling in het proces ruimer maken. Zodanig dat de lonk naar het nieuwe materiaal niet groot meer is. En nog meer bedrijven, maar dat is recycling inzetten. En dat er voldoende recycling is. Dat er daardoor geen schaarste komt voor de bedrijven die er nu al mee werken. Oké, prima. Dank u wel. Frederik, wat is jouw belangrijkste boodschap voor de online meeting morgen? Misschien nog gewoon complementair aan wat de voorganger al zegt. Echt wel werken aan een bewustwording bij iedereen in de wereld, want iedereen moet bijdragen aan het hele circulaire verhaal. En dus alle mogelijke stappen die daar nog kunnen gezet worden, zijn zeker positief. Oké, we maken er een inclusief project van. Dank u wel, Frederik. Caroline, wat is jouw hoofdboodschap voor de online vergadering van morgen? Goh, ik zou in de eerste plaats misschien al durven zeggen dat wij toch als afvalverwerker toch al heel veel inspanningen leveren naar recyclage, naar intelligente sortering, naar kwaliteiten opdrijven van recyclageproducten, dat dat toch ook wel niet mag onderschat worden. Dus dat we daar al heel ver in staan. Maar effectief dat we nog verder kunnen ondersteund worden om daar nog bijkomende investeringen voor te kunnen doen. Dat we daar nog verder kunnen evolueren en innoveren. Maar dat ze vooral ook moeten zorgen dat de materialen die wij eruit halen echt wel bruikbaar zijn,
maar ook gebruikt worden. Wij hebben niet graag dat inspanningen die geleverd worden uiteindelijk moeten eindigen in een situatie waarbij dat er toch nog liever naar virgin materiaal gegaan wordt dan naar recyclagemateriaal. Dus dat ze daar toch wel ergens een verplichting mee steken in hun beleidsvoering om te zorgen dat die recyclagematerialen effectief hergebruikt worden. Oké, prima. Dank u wel. We geven de boodschap uiteraard morgen door aan de betrokken beleidsmakers. Heel hartelijk dank, Karel, Caroline, Frederik en Annelies, voor jullie bijdrage deze avond. Het was zeer complementair, zeer verhelderend. Ik denk dat er heel veel thuis vanuit ons kot allemaal hebben opgestoken wat circulaire economie betreft. Dan zijn we bijna aan het einde, maar laat mij toch nog de volgende boodschappen te brengen. Ik zou graag alle paneleden en deelnemers aan dit debat van harte willen danken namens Europe Direct, Provincie West-Vlaanderen en PUC, Postuniversitair Centrum, KU Leuven, CULA Campus Brugge. Ik dank ook graag Christine Van Damme en Bart Verstraeten van Europe Direct West-Vlaanderen, Caroline Gerber van PUC en uiteraard ook het team hier, Aventix, die alles technisch perfect heeft ondersteund. Het jaar is nog niet om en er zijn dus nog activiteiten. Wie geïnteresseerd is in Europa, en daar zijn goede redenen voor. Ik som ze nog heel even voor u op, maar u kan natuurlijk alle details vinden op de betrokken websites. Op 10 december is er nog een webinar over EU-democratie. Op 18 december verwelkomt Europe Direct van de provincie Joachim Koens om zijn Eurovisie uit de doeken te doen. En op 21 december, zelfs tijdens de kerstvakantie, wordt er verder nagedacht over Europa. Is er nog een weblezing over democratie en mensenrechten. En ook bij PUC in Kortrijk staat er volgende week nog een webinar op het programma over Europa en corona. Daar gaan we het ook uiteraard nog eens over de coronacrisis hebben. Voilà, onze avond zit erop. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Veel dank voor de suggesties. Laat het ons weten. Als u zelf ook nog feedback hebt, stay tuned. Want zoals gezegd, er zijn nog activiteiten in aantocht wat Europe Direct Provincie West-Vlaanderen betreft en PUC, het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven, CULAC Campus Kortrijk. Stay tuned, hou het veilig en hou het gezond en tot later. Fijne avond aan iedereen. Dank u wel. Dag.